Jan? Ja. Hallo. Ik heb dit project niet alleen gemaakt. Het is wel even belangrijk. Ik ben daar geweest met een journalist, Martijn van Tol, en een fotograaf, Dirk-Jan Visser. En het plan kwam eigenlijk wel voort uit een soort nieuwsgierigheid, dat ik het idee had dat ik veel beelden van vluchtelingenkampen zag, maar dat ik ook altijd een beetje hetzelfde beeld zag. En ik had een soort nieuwsgierigheid, zou je kunnen zeggen, dat ik eigenlijk wou weten hoe dat er dan uitziet of hoe dat is. Maar ik krijg hulp van bovenaf. Was je zelf ooit eerder in een vluchtelingenkamp geweest, Jan? Nee, nooit. Nee. De eerste keer? Ja. Ik had wel het Grenshospitium in Amsterdam getekend. Dat is bij Schiphol. Dat is waar ook de grote Schipholbrand was. Dus ik was wel nieuwsgierig naar de status van vluchtelingen in onze maatschappij. Dus ik heb ook vluchtelingen bezocht in Nederland. Maar zo'n kamp nog niet eerder. We hebben een soort research gedaan van wat is dan een kamp waar je wat kan zien, wat je wil zien. En toen kwamen we uit bij een kamp dat niet al te groot was. Dat klinkt een beetje cru, maar er waren 60.000 mensen. Dat kamp was wel bedacht voor 38.000 mensen. Ja, precies. Ja. Maar hier zie je het kamp. Maar ik kan eigenlijk beter nog een beetje teruggaan. Qua research kwam ik veel van dit soort plaatjes tegen. Dus de vluchtelingenkampen die officieel door de UNHCR worden beheerd, zou je kunnen zeggen, zijn ook waanzinnig goed voorbereid, of georganiseerd. Dus je vindt dus, dit zijn kaartjes van het kamp zelf. Dit is het kaartje wat ik gebruikte ook als eerste schetsjes eigenlijk. Want ik had iets van research gedaan, maar niet veel. Er was eigenlijk heel weinig bekend over dit kamp. Dus dit is die grote weg, dat is eigenlijk de Main Street. Maar ik heb het voor de tekening heb ik het kamp omgedraaid, maar dit is wel een goed plaatje hoe je even kan zien waar het kamp ligt. Dus we liggen ongeveer 30 kilometer of 60 kilometer van de Syrische grens bij de Tigris. En wat het kamp vooral trok waren inderdaad Koerden uit Noord-Syrië die dus daarheen kwamen om te vluchten. En dit kamp lag ook nog in de Koerdische regio van Irak. Nog heel even terug, Jan, om iets over het project te vertellen voor mensen die het niet kennen. RefugeeRepublic.com. Het is een interactieve documentaire. Zeer vernieuwend van vorm, samengemaakt met het creatieve bureau Submarine. Bestaande uit een combinatie van foto's, filmpjes, jouw tekeningen. Hey, blijf een regie af. Ja, ik voel me een beetje bekeken. Ja. Onze stadrat is dat. Ja. Jouw tekeningen van het kamp, met allemaal routes erin die je kunt lopen, bijvoorbeeld de geldroute of de... Ja. We probeerden ook dat kamp te benaderen eigenlijk zonder het sentiment waar je kampen veel mee ziet. Ik kwam er ook achter dat we zien kampen eigenlijk als plekken waar heel veel hulpeloze mensen wonen, omdat wij natuurlijk ook dat te zien krijgen omdat zij ook hulp nodig hebben, onze hulp. Maar daarmee wordt het beeld van het kamp ook een bepaald meer gesimplificeerd, zou je kunnen zeggen. Want het is nodig om de slachtoffers, die moeten gewoon een heldere slachtoffer zijn. En op het moment dat je een kamp laat zien wat ook een soort economische werking heeft, wat ook een economische invloed heeft op de regio, dat is natuurlijk al veel ingewikkelder dat je dan zegt, ja, maar hebben die mensen ons geld wel nodig als ze zelf ook handel drijven? Ik viel van mijn stoel toen je vertelde dat Irakiërs uit de omgeving daar hun boodschappen komen doen. Ja. En je ziet ook dat rond dat kamp nu verschijnen flatgebouwen. Dus er is een soort economische... Ja, het is een soort economische hub. Maar dat kan ook niet anders als er 60.000 mensen zitten. Ik heb even nagezocht welk stadje in Nederland is ongeveer die grote. Nieuwegein. Ja. En is dat dan meer uitgestrekt? Want dit kamp... Ik kom uit Amsterdam, dus ik vergelijk het altijd dingen met het Vondelpark of dat soort dingen. En dit is ongeveer net zo lang als het Vondelpark, ongeveer 2,5 kilometer. En dan ongeveer 4 kilometer breed. Dus zo groot is het ongeveer. Wat mij opviel in je tekening is ook dat je verwacht een grote chaos.
met je leken voorstellingsvermogen. En het is eigenlijk al een heel erg georganiseerde stad. Er zijn huizen van baksteen, huizen met een voortuintje. Er is een goedlopende bakkerij waar inderdaad mensen uit de omgeving hun brood komen halen. Kun je ons misschien op weg nemen naar de bakkerij? We kunnen even naar het kamp gaan. Nou, dit is het overzicht van het kamp. Daar ligt ook inderdaad buiten in een soort, net als Las Vegas, in een soort woestijn. Waarom is dat kamp daar? Nou, het is enerzijds dicht bij de grens, maar het was ook een oude legerbasis van Saddam Hussein, die door de Amerikanen is plat gebombardeerd. Dus het was ook grond van de Iraakse staat. Dus daardoor kon het daar ook ontstaan. Mm-hmm. En je komt binnen eigenlijk bij een grote toegangspoort. En het is ook wel mooi dat kamp heeft een soort, eigenlijk een hele feestelijke poort. Maar dat je ook al vraagt, waarom is dat zo? En daar zit de beveiliging. Nou, de eerste dagen dat we er kwamen waren ze heel erg sceptisch. En werden we ook weer teruggestuurd. We hadden een brief waar allemaal stempels op stonden, maar we konden niet lezen wat er op de brief stond. Dus we dachten dat er stond, laat deze mensen vooral niet binnen. Ja, maar je ziet, hier begint eigenlijk het officiële gedeelte nog. Je hebt UNHCR-office waar mensen zich kunnen inschrijven. Je hebt een stukje verderop, heb je grote, eigenlijk een soort hallen waar mensen hun food stamps kunnen krijgen. Dus waarmee ze naar de winkels kunnen om eten te halen. Dus dit is eigenlijk nog, zou je kunnen zeggen, het officiële gedeelte van het kamp. Je ziet, vlak buiten het kamp is een moskee. In het kamp is ook een moskee, maar die is veel kleiner. En dan zie je hieronder dat het singles, nou dat zijn alleen mannen. En het singles area is eigenlijk plekken waar alleenstaande mannen bij elkaar wonen. Want alleenstaande mannen mogen niet tussen de families wonen, want dat is, wordt als bedreigend ervaren. Dus er wordt ook ontzettend veel getrouwd in het kamp. Ja. Er is ook een bruidsjurkenverhuurbedrijf. Ja. Ja, het is heel grappig, maar het is ook een soort handel. Hè? Dus je moet je dochter ook te gelden maken. Dus en mensen hebben dus niet zoveel te doen en wel heel veel tijd ook. Dus er zijn ook heel veel kappers. Kappers zijn ook duurder in het kamp dan ze in Syrië waren. Dat zijn hele rare contradicties. Maar ik wou nog even over die organisatie. Dus het is een kamp wat heel strak is georganiseerd vanuit de UNHCR met straten. Iedere tent heeft nummer, iedere tent heeft wifi. Dat is ook een heel belangrijk element, dus dat mensen goed kunnen communiceren. En tegelijkertijd voel je dat het een stad aan het worden is die eigenlijk tegen die structuur van de UNHCR aanbeukt. Hè. Dat is een soort kracht die voel je dat die breekt. En die breekt ook de hele tijd. Je hebt bijvoorbeeld in het begin heb je nog areas, dat is dan de irregular area, dat zie je hier. En dat is echt een soort shantytown, zou je kunnen zeggen. Met hele oude tenten, derde rangs tenten die echt helemaal stuk zijn. Heel veel afval. En dat irregular area, dat wordt dan op een gegeven moment ook weer opgedoekt. En dat wordt dan weer, die mensen worden naar een nieuw kamp gestuurd. Maar ik... De stadsvernieuwing van Domis, ja, van dit kamp. Ja, maar toch ook heel erg proberen dat toch te controleren. Nou, je ziet hier... Hier beneden hadden ze een bazaar gebouwd, dus met allemaal restaurants en partycentrums. Maar dat eigenlijk... Partycentrum? Ja, ook om te trouwen weer. En om een pijp te roken. Ja, eigenlijk alle behoeftes die mensen in de stad hebben, die vinden hier een weg. Want als er een behoefte is, dan is het dus ook een handeltje. Nou, hier zie je koffers, daar was ik erg van gecharmeerd, want die waren van het merk Travelland. En ik vond het eigenlijk zo'n mooie titel ook... Ook voor dit project, maar dat is uiteindelijk niet geworden. Ik dacht, een land dat op reis is ook op de vlucht. Maar ja, Refugee Republic was net wat duidelijker eigenlijk. Ja, inderdaad. Je verwonderde je ook over het hek eromheen. Want wat heeft dat hek eigenlijk überhaupt enige betekenis? Nou, wat ik wel mooi vond van het hek, dat je er niet achter komt of dat nou de mensen van buiten beschermt voor de mensen die binnen zitten of andersom. Je ziet wel dat het hek heeft een vorm en dan loopt het zo naar buiten. Dus ik denk dat het eigenlijk de mensen beschermt die binnenin zitten. Maar het hek is ook overal open en stuk. En dit is bijvoorbeeld, er staan ook overal wachttorens en er zijn overal beveiligers. Maar het is ook een soort schijnbeveiliging of een soort schijn...
Ja, heel grappig. Maar die wachttoren vervulde nog een andere functie, vertelde je. Ja, maar ik denk dat iedereen het al gelezen heeft. Ja. Maar dat ik zag, en dat vond ik wel, want privacy is natuurlijk wel een heel groot ding hier. Dat lijkt me het meest schaarse in zo'n kamp. En wat je ook ziet is dat mensen eigenlijk dat er een hele duidelijke structuur is. Als mensen binnenkomen, krijgen ze allemaal hetzelfde. Dat is een tent van de UNHCR en een soort pakket. Ik kan het wel even laten zien. Nou, dit is, ik noem dat de residential career. Dus eigenlijk hoe mensen zich, hun woning zich ontwikkelt in de tijd dat ze in zo'n kamp zijn. Dus het begint met de standaard basistent. Kun je dat goed zien? Ja. Nou, zo'n tent is eigenlijk al heel merkwaardig. Want die tent die is gemaakt om 6 maanden goed te blijven. Maar ja, als je realiseert dat mensen gemiddeld, het was het 17 jaar in een vluchtelingenkamp verblijven, gemiddeld, is zo'n tent natuurlijk een soort hele wonderlijke oplossing voor iets wat veel groter is en veel langer is. Dus dit voelt een beetje als iets van vroeger. Nou, wat je ziet wat mensen doen is eigenlijk dat ze vrij snel een huisje voor hun tent bouwen. Je ziet hier het stukje van die tijger, dat is een deken die ze gebruiken. En je ziet ook dat ding daarvoor staan, dat is de airconditioning. Dus dat is eigenlijk al een beetje wat belangrijk is. Dit is een tent in het irregular area. Je ziet ook dat het een oude tent is waar weer plastic zeil overheen is getrokken. En de volgende stap is dat mensen een soort houten frame bouwen eigenlijk om hun tent. Dus die tent die wordt steeds meer een soort ingekapseld eigenlijk. En ze gebruiken touwen om dat vast te zetten. Nou, er komt een watertank te staan. Die wordt gevuld door waterwagens. En dat is ook grote handel dus, waar die tenten van gebouwd worden. Dus die houten sticks. Dat was ook een man die we vonden in het kamp. Die had een soort doe-het-zelf-zaak met bouwmaterialen. En die is ook heel rijk geworden. Zo rijk dat hij zijn winkel ook uit het kamp moest plaatsen. Omdat hij niet meer eigenlijk in het kamp mocht zijn. Nou, de volgende stap is de steel frame structure. En dat is wel heel mooi, want ook als je 's nachts wacht, je zag altijd dat geflikker van die lampjes van het lassen. Dus je zag overal werden dat soort dingen in elkaar gelast. En ze doen het ook allemaal eigenlijk een beetje hetzelfde, alsof dat de makkelijkste manier is. Het belangrijke van zo'n stalen frame is niet zozeer dat ze dan de muren dicht kunnen maken. Maar dat betekent dat ze voor het eerst een deur in hun eigen tent kunnen zetten. En een deur is echt van heel groot belang, emotioneel vooral. Ja. Hè? Een deur, ook al kan je de rest van de muren kan je er doorheen prikken of doorheen lopen bijna. Het feit dat je een deur hebt en als je die ook nog op slot kan doen, dan is dat, dan heb je voor het eerst je eigen ruimte weer. En ik vond het ook wel mooi, want ik zat ook te zoeken, wanneer is iets nou een tent en wanneer wordt het een hut en wanneer is het dan een huis? Dus waar zit die grens? En dat zit een beetje bij tussen het stalen structuur en de volgende stap eigenlijk waar je, er is nog eentje verder. Wat je eigenlijk hier ziet is dat ze hun buitenruimte ook naar zich toe trekken. Dus dat ze met weer die plastic zeil die ze krijgen in hun basispakket gebruiken om muurtjes te maken. Het is ook een soort privacy voortuinachtig. Nou, dit is ongeveer €5.000 kost dit, zo'n huis. Dus dat is het stalen frame en dan met stalen platen bebouwd. En die zijn dan, als je genoeg geld hebt, zit daar weer isolatiespul in. Daar kun je wel 17 jaar blijven wonen, als nodig. Als nodig, ja. En dan begint het eigenlijk het bouwen met bakstenen. Dus de zwaardere materialen. En die komen ook. Nou, dit kamp was 2 jaar oud. Dus in het begin waren die bakstenen er nog niet. Maar die kwamen nu wel. En dat dus heeft ook weer te maken met veiligheid. Dus brand is echt een groot ding in die kampen. En dus eerst kregen ze niet toestemming om een huis van steen te maken. Omdat je daarmee ook eigenlijk een soort permissie geeft voor, daarmee houdt de tijdelijkheid ook op. Dus daarmee geef je mensen ook, zeg je nou, dan, ja, maar ik heb zoveel geïnvesteerd in dit huis, dus daarmee geef je de mensen dus ook rechten. Nou, de laatste is, deze heb ik getekend in een van de eerste straatjes, ook de oudste straten. En dat is ook een beetje de high street, zou je kunnen zeggen nu. Ook de minst, en niet zo leuke straat uiteindelijk geworden, maar wel de meest affe straat, waar dus ook een soort stoep ontstaat. En eigenlijk ook een weg is.
alles weer helemaal dicht met tralies voor de ramen. En de volgende stap, dat heb ik nog niet gezien, maar dat hoorde ik wel, is dat mensen ook toestemming krijgen om één laag erbovenop te bouwen, waardoor dus de stad dus ook omhoog gaat. Maar ik had met dat bezoek in het kamp had ik heel erg het gevoel dat ik bijna als een soort bioloog keek naar de naar hoe een stad ontstaat. Naar die hele eerste soort Ja. En dan eigenlijk binnen één Iraakse Nieuwegein, hoe dat helemaal tot wasdom komt in alle fases. Ja. Tot slot, Jan, je hebt je ook nog verwonderd en bezig gehouden met het UNHCR-logo. Ja, dat gaat een beetje over wat ik eigenlijk eerder al zei met die tent ook. Dat ik ook het gevoel had dat we dat hier een oplossing werd gemaakt voor iets waar we op een hele ouderwetse manier over nadenken. Dus ik dacht van ja, we denken als kampen, als tijdelijk. We denken over vluchtelingen als iets tijdelijks. En op die manier gaan we er ook, verzinnen we er ook oplossingen voor. Ook het vluchtelingenprobleem in Europa natuurlijk. Dat is de enige manier dat we dat echt kunnen aanpakken, is als we het als een chronisch iets zien, als iets wat bij ons hoort en wat bij ons zal blijven. En ik kwam een beetje terug naar dat logo, want dat zie je dus echt overal daar. Dat is een beetje zoals het Coca-Cola-logo hier, het bleef maar terugkomen. Ik dacht, ja, wat is het toch een raar beeld eigenlijk. Want wie is die vluchteling? Die is wel heel zielig, die heeft geen eens armen, geen benen. En dan heb je die handen die hem beschermen, maar die hem ook eigenlijk beperken. Ja, ze houden hem ook klein. En dan heb je die lauwerkrans. Maar dacht ik, ja, is dat de beschermer die we hier verheffen of is het de vluchteling zelf? Nou, dat zijn gewoon allemaal vragen die natuurlijk ook gaan over hoe we nadenken over vluchtelingen en over vluchtelingenkampen. En je ziet gewoon heel veel. Ik geloof heel erg dat de oplossing niet in design zit en niet in een betere vormgeving van tenten of hele gezonde manieren om die mensen te huisvesten. Maar dat natuurlijk echt een politiek probleem is. En dat gaat er ook over dat we niet alleen de vluchteling anders bekijken, maar ook onszelf. Mooi. Dankjewel, Jan Rothuizen.